We zijn hier in Amersfoort en vandaag gaan we aan vrouwen vragen of zij een mop willen vertellen. Ja, aan ons. Precies. En daarmee tonen we aan dat vrouwenhumor wel degelijk bestaat. Toch, zei je? Ja, alleen moeten ze het zelf nog wel eerst eventjes bewijzen. Waarom is een aardbei rood? Dus waarom dan Indianen zo als er zon is? Met pigment te maken, volgens mij, in de zon. Gloe was omdat ze zo niks zien. Hij schaamt zich voor spekkels in. Ik snap hem echt niet. En dan snap ik hem zeker niet. Ja, nou, logisch. Wat is het verschil tussen besnijdenis en een echtscheiding? Bij de echtscheiding ben je meteen van de hele lul af. Dankjewel. Ja, oké. Doei. Hij was echt niet grappig. En hij was heel man-onvriendelijk, vond ik. Man doet ze nou dit soort dingen. Ja. Speciaal voor de vrouwen. Nu zijn de mannen aan de beurt. Waarom begraven ze een belg met zijn kont boven de grond? Weet je niet. Nu gebruiken ze hem een keer als fietsenstalling. Ik denk, als je mij gewoon een minuut filmt, dan is dat grappiger. Wat is het verschil tussen een echtscheiding en een besnijdenis? Ja, het is dezelfde van de net. Ja, hij maakt er iets leuks van. Ja. Bij een echtscheiding is de hele lul er al af. Die hele clue zo.